Katja Snoeys, 2-0 nederlaag vanavond tegen Ajax. Met welk gevoel sta jij hier nu? Toch wel teleurstelling. Ik denk sowieso altijd bij nederlaag. Maar ik denk ook wel, terugkijkend op de wedstrijd tegen Zwolle, dat je hier wel iets hebt laten zien. Absoluut, ja. 2-0. Neem ons eens mee met de wedstrijd. Ik denk dat we scherp beginnen. Ik denk dat we afspraken die we met het team maken gewoon goed nakomen. Compact houden. Strijden voor elke meter. Je geeft weinig kansen echt weg aan Ajax. Je creëert zelf ook niet echt 100% kansen, maar je komt af en toe in de buurt van het doel. Als eerste helft vind ik dat het gewoon gelijkmatig opgaat. Tot dat zij 3-4 corners krijgen en dat die 1 minuut voor tijd, voor rust erin valt. Ja, dat is een mentale dreun, lijkt mij, hè? Ja, vooral de manier dan waarop en zo vlak voor rust, dat is zuur. En daar heb je het ook wel in de rust over. Maar in de rust hebben we ook wel gewoon gezegd van er is nog niks gespeeld. Nee, en dan kom je de rust uit en dan? Dan heb je het heel zwaar, hè? Ja, dan zie je wel, dan ga je het verschil zien. Ik denk dat iedereen wel gewoon blijft strijden en blijft vechten voor het team. Maar dat afstanden worden groter. Ajax gaat meer kansen creëren. Nou ja, dan heb je nog mazzel dat ze de helft eigenlijk naschieten, als het ware. Dus daarmee houden ze ons in de wedstrijd. Maar ja, dan valt uiteindelijk toch dat doelpunt. En dan word je steeds wat meer achteruit gedwongen. En dan kom je ook niet bij hun echt meer in de buurt. Nee, en voor een spits, wat jij bent, lijkt me dan dat je een lastige avond hebt vanavond. Ja, je weet vooraf dat je tegen Ajax een moeilijkere wedstrijd gaat krijgen, ook als spits zijnde. Maar ja, dat is wel zuur. Weet je, het liefst ben je aan het aanvallen. En nu hebben we grotendeels moeten verdedigen, maar ja, dat hoort erbij. Ja, en het liefst wil de spits natuurlijk scoren. Ja. Dat zit er dan vanavond niet in. Maar je zegt het eigenlijk al, eigenlijk als je kijkt naar Zwolle en je neemt deze wedstrijd erbij, dan hebben jullie toch al wat stapjes gemaakt, hè? Ja, zeker. En ik denk, Achilles hebben we gewoon gewonnen. Dus ik denk dat we de zaakjes wel weer op orde hebben gekregen na die wedstrijd. En dat we nu weer door kunnen groeien. Ja, we speelden vandaag weer bij AZ. Jullie eigen complex nog steeds niet af. Maar het was druk. Ja, het was zeker druk. Ik zag de tribunes volstaan. Dus dat is een goed teken. Het zal vast ook wel met Ajax te maken hebben. Maar ik hoop dat die meiden vanuit Alkmaar blijven komen. Absoluut, ja. En dan draag je dit seizoen ook nog eens de aanvoerdersband. Hoe bevalt die rol jou? Wel goed. Ik moet zeggen, in het begin af en toe nog wel lastig. Omdat je ook, ik ben ook op mezelf gefocust. Dus het was wel wennen om dan ook de verantwoordelijkheid naar de rest van de groep te pakken. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel mijn rol erin heb gevonden. Je groeit er steeds beter in. Ja. Ja, en dan ook, eigenlijk, wat is jouw doelstelling dit seizoen? Als team zijnde willen we gewoon in de A-pool belanden. En dan kijken we verder. En voor mezelf wil ik gewoon een bepalende speler zijn. Dus eigenlijk ook in dit soort wedstrijden mijn stempel kunnen drukken. Als aanvoerder heb je daar natuurlijk al een rol in. En ik wil natuurlijk doelpunten scoren. Ja. Meer dan vorig seizoen is mijn doelstelling. Lig je dan op schema of zeg je van er moet weer wat gebeuren? Ik wil wel meer gaan scoren. Maar als ik kijk naar vorig seizoen had ik ook een matige start. Dus volgens mij heb ik wel een betere start dan vorig seizoen. Maar ik mag wel weer eens scoren. Ja, wat moet er dan nog beter in jouw spel, zodat je toch weer meer gaat scoren? Ik denk wat meer rust. Ik denk dat ik, als ik de bal krijg, redelijk snel anderen wil bedienen. En dat sowieso een beetje ons spel in balbezit, dat we heel gehaast zijn en eigenlijk te snel naar voren willen. En daar kan ik een rol in spelen, door wat meer rust aan de bal te krijgen. Ja, je bent dus aanvoerder van een heel nieuw team. Hè? Meiden zijn weggegaan, nieuwe meiden zijn erbij gekomen. Vergelijk die twee teams eens, het team van dit jaar en het team van vorig jaar. We zijn gewoon een stuk jonger geworden. Ik denk dat er een aantal ervaren speelsters weg zijn gegaan. Maar gelukkig hebben we Sanne van der Velde nog. Ja, ik ben er ook weer. Die. Gaat nu weg, ja. Nee, maar je hebt een aantal van vorig seizoen wel gewoon gehouden. Dus daardoor kan je toch een stukje doorgroeien van vorig seizoen. Maar aan de andere kant is het ook nieuw, dus kan je ook gewoon heel erg bouwen. Ik denk dat het verschil echt wel zit in ervaring. We hebben gewoon een hoop jonge spelers, speelsters, die eigenlijk nu voor het eerst minuten maken in de Eredivisie. En je ziet aan ze dat die moeten wennen. Net zoals ik dat in mijn eerste seizoen deed.
Maar ik denk wel dat als die stappen gaan maken, dat dat ten opzichte van vorig jaar goed aangevuld is. Ja, en jullie kunnen volgende week weer een nieuwe stap maken. En dan moeten jullie naar Twente. Dat is een lastige, hè? Ja, zeker. Ik denk dat dat een beetje dezelfde voorbereiding wordt als een wedstrijd zoals deze. Maar dat we wel onze mogelijkheden zien. En ik denk dat als wij gewoon het verdedigende kunnen opleveren wat we vandaag ook hebben gedaan. En in balbezit wat meer rust creëren. Dat we het onszelf makkelijker maken. En dat we hopelijk daar wel 3 punten kunnen pakken. Goaltje van? Snoeis. Ja? Mag ik hem neerzetten? Voor mij mag het.